Hoi Feyenoord-fans, ik ben Robine de Reder. Wie ben jij? Ik ben Desiree Tidon. Ik speel onder Feyenoord Belofte. Ik onder 14 voor meiden. Vandaag nemen jullie mee en laten we zien waar de foto's gemaakt worden, waar de filmpjes gemaakt worden, met welke meiden we zijn. En laten we zien hoe we dat doen. We zijn bijna bij het einde. Dit is de laatste locatie. Hierna gaan we terug naar de Kuip waar we start zijn. En dan ga ik daarna weer naar huis. Ik ga mee klaar. Vier spaan baas uur. Dat lijkt zo erg. Ja, ik dacht. Net is na 5 uur en alles staat erop. En nu heb ik net de park nog even omgekeerd en ga ik onderweg naar huis. Zo, naast de shoot van vandaag neem ik jullie ook de volgende 2 dagen mee. Omdat ik vandaag de hele dag een fotoshoot heb gehad, heb ik geen tijd gehad om mijn huiswerk te maken. Dus dat ga ik zo doen. En de toetsweek begint aankomende maandag. Dus het is hard nodig dat ik even daarvoor ga leren nu. Goedemorgen, het is donderdagochtend en ben nu klaar om naar school te gaan fietsen. Ik zit op school in Spijkenisse, maar ik woon zelf in Zuidland. Dus dat is ongeveer 5 kilometer fietsen. Ik heb vandaag 3 lessen. Vervolgens heb ik die lessen ook weer 's middags, maar dan online. Vanwege de corona is dat allemaal anders. En tussendoor heb ik nog even tijd om krachttraining te doen op school. Dus laten we gaan. We zitten bij de scheikunde les en Robine is hard aan het werk. Ik heb een zusje gewonnen op school. De Real. Omdat we op donderdag niet meer trainen vanwege de corona, vind ik het wel belangrijk om extra te trainen. Dus daarom doe ik krachttraining. En gelukkig kan ik het krachtronk dat je hier achter mij ziet op school gebruiken. Dus een vriendin van mij komt zo ook. En dan gaan we beginnen. Lekker bezig, Robine. En we zijn weer klaar met sporten en nu ga ik naar huis fietsen en dan heb ik daarna nog online lessen. Goedemorgen, het is vrijdagochtend en ik ga zo vertrekken naar school. Ik moet alleen nog even mijn voetbalspullen pakken en dan ben ik klaar voor. Vanuit school ga ik gelijk door naar de training van vanmiddag. Ik word zo ook op school gebracht, zodat niet mijn fiets het hele weekend op school hoeft te staan. Hallo, ik ben Jennifer en ik zit bij Robine in de klas. Vanwege de voetbal heeft Robine een aantal lessen natuurlijk gemist, dus die moeten we even inhalen. Ik ben hier in de kleedkamer op school en ik ga omkleden voor de training. En oh ja, trainer, u wordt altijd boos dat niemand u noemt in de vlog. Dus bij deze, als ze het eruit knippen, is het niet mijn schuld, maar ik heb u in ieder geval genoemd. Ik ga me nu omkleden en dan word ik zo opgehaald. Zo. Omgekleed, laten we gaan. Zo aan jullie in de vlog. Ik ben weer terug van de training en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en goed hebben kunnen zien wat ik buiten het voetbal allemaal doe. En hoe een fotoshoot van Feyenoord er achter de schermen uitziet. Doei!